Dames en heren, goedemorgen. Hallo allemaal. Wij zijn er weer. Je ziet twee stoelen in beeld staan. Je ziet twee stoelen in beeld staan. Die stoelen heb je misschien straks nog nodig. Ja. We beginnen even met een huishoudelijke mededeling. Klinkt heel negatief, maar het is het niet. Want volgende week, dames en heren, hebben we de laatste, voorlopig laatste online bewegingslessen. Dus volgende week stoppen we voorlopig met de online bewegingslessen. Maar wij leggen dat allemaal nog even uit in de mail. Iedereen krijgt een officieel mailtje van ons. En daar leggen we even uit wat allemaal de bedoeling is. Want er komen allemaal andere activiteiten aan. Ja. En die activiteiten, ook voor jullie doelgroep, die komen even volgende week of in de loop van de aankomende periode, komen die bij jullie op de mail te staan. Maar het is even goed om te weten dat volgende week, dinsdag, de laatste online les is. Ja. Heb ik daar alles mee gezegd, denk ik wel, hè? Ja. En dan, ja, wat gewoon even heel belangrijk is, is dat jullie de mail even goed in de gaten moeten houden. Dat wij iedereen van jullie even netjes een mail sturen met de planning, met name de zomerplanning, de balkontrainingen die er weer aan zitten te komen. Al die informatie zetten we op de mail. Yes. Oké. Wij gaan beginnen met de online les. De ene laatste keer. Volgende week maken we er uiteraard een klein feestje van. Ja, maar wij blijven niet stilzitten. We gaan lekker doorbewegen. We gaan de warm-up starten en we nemen even het hele lichaam weer door van top tot teen. Ja? Ja. We beginnen even ontspannen met onze nek en met ons hoofd. En die gaat van onder rustig naar boven. En we gaan weer nog een keertje naar onder. En we kijken nog een keertje recht omhoog. Perfect. Wij kijken op onze linker schouder. Wij kijken over onze rechter schouder. We gaan nog een keertje over links kijken. En wij kijken nog een keertje over rechts. Gaan we de schouders omhoog en de schouders naar beneden. Schouders gaan omhoog. Vergeet niet te blijven ademhalen. Schouders gaan naar beneden. We tillen de schouders weer op. En we tillen de schouders weer rustig naar beneden. Doe nog één keer. Schouders omhoog. Vergeet niet door te blijven ademen. En de schouders gaan naar beneden. Perfect. Wij rollen de schouders even los. Armen blijven ontspannen hangen. Blijf rustig doorademen. Oké, probeer de andere kant even op te draaien. Perfect. Ontspan even de oude schouders. Gaan we onze heup even losdraaien. Bezig. Draai de andere kant even op. Goed. Oké. Zetten we de voeten tegen elkaar. De voeten tegen elkaar geplakt. En de draaibeweging blijft hetzelfde. Goed.
draai de andere kant uit. En stop, heel goed. Gaan we in een spreidstand staan. Dus de voeten uit elkaar. Wij gaan door ons linkerknie zakken. En wij zakken door onze rechterknie. Gaan we weer wisselen. Linkerknie. En weer de rechterknie. Perfect. Gaan we nog één keer naar links. Linkerknie buigen. En de rechterknie buigen. Mooi. Perfect. Gaan we één voet voor, één voet achter. Hou de voeten plat op de grond. Wij duwen de knie van het voorste been naar voren. En de hak van de linker of van het andere been duwen we in de grond. Oké. Gaan we wisselen van been. Nu duw je de knie van je voorste been naar voren. En de hak van het andere been naar achteren. Goed de hak in de grond duwen. Kijk. Perfect. Oké. Schud je benen even een beetje los. En dan doen we nog één oefening. Dan draaien we de enkel even los. En wissel van been. Heel goed. En de laatste keer wisselen van het ene, de ene voet. En de allerlaatste, de andere voet. Oké. En stop maar. De warming up zit erop. We gaan beginnen voor het echte werk. We beginnen met een oefening voor de armen en voor onze romp. Ja, we beginnen even met onze romp. En wat gaan we doen? Je strekt je rechterarm in de lucht. En we gaan 5 keer veren naar links. Dus 1, je komt weer terug. 2, en weer rechtop staan. 3, rechtop. 4, laatste keer. 5. En ontspan even. Hebben we net met onze rechterarm gedaan. Nu gaan we met de linkerarm. Dus de linkerarm strekken. En dan gaan we naar rechts buigen. 5 keer. Dus 1. En terug. 2. 3. Nog 2. En de laatste. Perfect. Oh, ontspan even. Dus een goede oefening voor onze de huisarts. Een goede oefening. Goedemorgen. Een goede oefening voor je rug en voor de zijkant hier zo van je romp. Gaan we nog een keertje doen. We beginnen met onze rechterarm omhoog. Links buigen. 1. 2. 3, nog 2, 4 en de laatste 5. Heel goed. Oké. Okay. Doen we met onze linkerarm nog één keer. Daar gaat hij. Linkerarm in de lucht. En dan gaan we naar rechts.
1, 2, 3, 4 en de laatste, 5. Heel goed, ontspan. Vergeet niet door te blijven ademen, belangrijk hè. Blijven ademen, rustig ontspannen. Oké, hebben we een oefening voor de romp hebben we gehad. Doen we een oefening voor onze armen. Let goed op. De armen gaan plat op de schouders. Ja. En we gaan 10 keer. Ja, je hoort het goed. Ja, we gaan hard aan het werk. 10 keer de armen strekken. En de handpal blijft omhoog wijzen. En weer terug. Dit was 1. Strek je armen. Handen wijzen omhoog. Strek je armen. Heel goed. Oké. En terug. Strek. Doen we nog. Nog 3 keer. 1, 2, de laatste. En 3. Oké. Het kan zijn dat je hier onderaan, dat je daar wat voelt. Dat is ook de bedoeling van deze oefening. Nu hebben we de onderkant van de arm getraind. Nu gaan we de bovenkant, de spierballenkant trainen. Hoe doen we dat? Handpalmen wijzen omhoog. Armen naast het lichaam. En we gaan om de beurt optillen en terug. Optillen en terug. Voor de spierballen. Optillen en terug. Heel goed. Oké. Laatste. 3 keer. Perfect. Allerlaatste. En schud de armen even rustig terug. Oké. Heel goed. Perfect. Nu doen we al deze 3 oefeningen achter elkaar. Ja? Dus we beginnen met het armen strekken, de onderkant en daarna de bovenkant van de arm. Alles doen we 5 keer. We beginnen met de rechterarm omhoog. En dan gaan we linksaf 5 keer. 1, 2, 3, 4. En we gaan gelijk door met de linkerarm omhoog, rechtsaf. 1, 2, 3, 4. En 5. We gaan gelijk door. Dus deze was handpalmen omhoog, armen op de schouder en armen beide tegelijk naar voren en terug. Hou je armen gestrekt. Twee keer. Oké. Dan gaan we gelijk door met die spierbaloefening. Dus handen langs je lichaam. En dan gaan we om de beurt deze oefening. Dus hop. En om de beurt. Heel goed. Doe nog een paar keer. Laatste 2 keer. En ontspan. Schud je armen even los. Heel goed. Hebben we de armen getraind? Hebben we onze romp getraind? Nu gaan we een oefening doen voor onze beide schouders. Een pittige oefening. Probeer het vol te houden. Ja? We beginnen met de armen strekken opzij. Maak 2 vuisten. Hou de armen 180 graden gestrekt. En we gaan hele kleine cirkeltjes draaien. En je bepaalt zelf je tempo. Blijf draaien. De cirkel wordt iets groter. We maken een wat grotere cirkel. En ontspan. Heel goed. Oké, goed bezig. Gaan we zo nog een keer doen. Alleen de armen naar voren strekken. Oké,
Goed. Strek je armen naar voren. Vuisten maken. En we draaien kleine cirkels. We beginnen met kleine cirkels. Hou de armen gestrekt. En blijf ademen. Oké. Okay. Grotere cirkels. Hou vol. En ontspan. Oké. Okay. Kan zijn dat je dit in je schouders voelt, maar dat is uiteraard heel normaal. Oké. Okay. Nu gaan we niet twee armen, maar één arm trainen. We beginnen met onze rechterarm. Let op. We houden dat een paar seconden vast. Rechterarm strekken. Vooruit. Hou deze arm gestrekt. Hou dit vol. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Arm gaat opzij. 5, 4, 3, 2, 1. Strekken. 1, 2, 3, 4, 5. En ontspan. Heel goed. Nou, pittig. Dat voor de ene laatste keer. Ja. Oké, okay. Gaan we naar onze linkerarm. We beginnen met strekken voorwaarts. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1. Opzij. 5, 4, 3, 2, 1. Strekken. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Perfect. Oké. Armen gehad. Romp gehad. Schouders gehad. Balans. We gaan een balansoefening doen. Een balansoefening. Je of mag je een stoel gebruiken voor je eigen veiligheid om je altijd even vast te kunnen pakken? Hoeft niet, mag. Wat gaan we doen? Je gaat zo meteen op één been staan en met het andere been gaan we tikken met de tenen voor. We tikken opzij. We tikken achter. En we gaan weer op twee voeten staan. Zodat je weer stevig staat. Oké, dan doen we het nog een keer met hetzelfde been. En we doen dit heel langzaam, zodat je je balans goed moet houden. Komt. We beginnen met tikken voorwaarts. Komt. Tik voor, hou die balans. Tik opzij. Tik achter. En kom terug. Oké, heel goed. Gaan we wisselen van been. Dus nu doe je het andere been precies hetzelfde. We beginnen met tikken voor. Let op, komt. Tik voor. Opzij. Tik achter. En kom terug. Heel goed. Probeer goed die balans te houden, zodat je niet omvalt. Daarvoor kun je een stoel gebruiken als je dit lastig vindt. Doe het nog een keer met hetzelfde been. Tik voor. Tik opzij. Tik achter. En sluit aan. Oké, heel goed. Perfect. Doe nog één balansoefening. Beginnen we met onze rechterbeen. We tikken zometeen voor en tillen onze knie op. Komt. We tikken voor. En tikken, of tillen onze knie op. En we sluiten bij. Okay. Na het tikken hou je je voet proberen omhoog. Doen we nog een keer. Tik voor. Til je knie op.
en zetten neer. Perfect. Doen we één keer naar links. Linkerbeen. Tik voor. Til je knie op. Hou die balans. En sluit buik. Laatste keer. Tik voor. Til je knie op. En sluit buik. Heel goed. Mijn collega Nienke neemt het even over. Yes. We gaan door met de volgende oefening. Waldo heeft net al mooie oefeningen voor de schouders, voor de armen, voor de benen hebben we, voor de balans hebben we wat gedaan. We gaan nu nog even verder met een oefening voor de onderrug. En daarbij pak je ook een beetje de schouders mee. Deze oefening hebben we vorige week ook gedaan. Het is het zwemmen op het droge. En het gaat vooral om de rustige, goede uitvoering. Dus wat we gaan doen, we gaan de armen gestrekt bovenlangs zwaaien. Je draait je rug dan rustig mee in. En je laat hem naar beneden gaan. Ondertussen laat je je andere arm omhoog gaan. En zo maak je die rustige draaibeweging uit je onderrug. Rustig naar voren draaien. En draai goed je rug mee in. Rug, beide kanten nog twee keer. Kun je even rustig de armen laten hangen. Gaan we nog een keer doen, maar dan zwaaien we hem achterwaarts. Dus arm achterwaarts naar voren. En je schouder draait mee in. Draai die rug goed mee. Rustig uitvoeren. Goed. Beide nog een keer. Oké, netjes. Schud de arm even los. Mooi die schouders nog even goed losgedraaid op een rustig tempo. De onderrug een beetje losgemaakt. Volgende oefening is ook voor de onderrug. We rekken onszelf uit naar boven. Armen strek je omhoog. Dan laat je je heel rustig naar voren zakken. Heel rustig naar voren. En maak daarbij je rug goed bol. En we gaan rustig weer op. Omhoog. Rustig aan. En dan duw je de heup wat naar voren. Dus hang je je armen naar achter. Oké, rustig. Gaan we nog een keer terug naar voren. Heel rustig. Maak je rug goed bol. En we gaan weer rustig. Naar boven uit. Armen gaan weer iets naar achter en je heup naar voren. Je rug maak je dan bol. Keurig. En laat de armen ontspannen. Schud ze even los. Oké, netjes. Deze oefening doen we nog twee keer. Dus we strekken nog een keer de armen op. Buigen nog een keer naar voren en omhoog. En dan herhalen we dat nog een keer. Dus armen gaan nog één keer op. We buigen rustig naar voren. Maak je rug bol. En we gaan weer rustig omhoog. En we duwen de heup naar voren. Doen we nog één keertje. Rustig naar voren buigen. En weer omhoog. En rek je nog even goed uit naar boven. Oké, netjes. En laat de armen. Oké. Aan het begin van de les had Waldo al gezegd dat we een stoel nodig hebben. Dus je mag
een stoel erbij pakken en op de stoel gaan zitten. Ook deze oefening hebben we vorige week gedaan, dus een mooie herhaling. Op de stoel zitten, niet helemaal achterin, maar schuif ietsje naar voren. Dat je goed met je billen op de stoel zit. Een stukje van je bovenbenen voelen de stoel. Maar je rug zit niet tegen de leuning, dus je hebt je rechte rug. Dat is een actieve houding. Wat we gaan doen is we gaan fietsen. Dus je tilt je voeten op. Je mag de leuning die je hebt erbij vastpakken. En je mag naar voren gaan fietsen. Blijf goed doorademen tijdens deze oefening. Hou nog even vol. En zet die voeten neer. Keurig. Even weer rustig de ademhaling onder controle krijgen. Vind je deze oefening heel zwaar, dan moet je ietsje verder naar achter gaan zitten. Voel je eigenlijk niks, dan schuif je met je billen wat naar voren. Oké, gaan we nog een keer. Voeten de lucht in, hou de leuning vast en we gaan fietsen. Hou nog even vol. En stoppen. Voeten op de grond. Keurig. Heel goed. We hebben 2 setjes vooruit fietsen gehad. Nu moeten we nog 2 setjes achteruit fietsen. Dus pakken we zo de leuning weer vast. Gaan de voeten de lucht in. En we trappen hem achterwaarts. Achteruit trappen. Nog 2 seconden. En stoppen maar. Voeten weer op de grond. Heel goed. Het zijn pittige oefeningen. Je voelt als het goed is in de bovenbenen. Er ligt een stukje in de buikspieren en de rugspieren. Dan hebben we wel echt het gevoel dat we iets aan het doen zijn. Oké, we gaan nog een keer. Pak de leuning vast. Voeten de lucht in en achteruit trappen. 5 seconden. Hou nog even vol. En zet die voeten weer op de grond. Keurig. Tussendoor mag je de benen even een beetje losschudden. Lucht in. Netjes. Oké. Gaan we door naar de volgende oefening. Ook deze blijven we weer goed op de stoel zitten. Met de billen en een stukje van de bovenbenen op de zitting. Pak de leuning vast. We gaan de knieën optillen. En vervolgens strekken we de benen naar voren uit. Doen we 5 keer. 3. 4. En de laatste knieën op. En strekken. En zet de voeten op de grond. Rustig de ademhaling onder controle. Altijd proberen goed door te blijven ademen. Bij dit soort oefeningen heb je vaak een neiging om je adem in te houden. Maar probeer die ademhaling rustig door te laten gaan. Keurig. We gaan het nog een keertje doen. 5 keer de knieën op en de benen strekken. Dus pak de leuning weer vast. Knieën op. En dan gaan we. Dat is 1. 2. 3. Nog 2 keer. 4. En de laatste, 5. Keurig. Moeten op de grond. Oké. Komen we bij de allerlaatste oefening voor de warming-up. En dat is de... voor de cooling down. We zijn al een half uur bezig. Oké. De laatste oefening voor de cooling down. Strek je benen naar voren. Je mag de leuning weer vasthouden. En we gaan de benen... scharen over elkaar heen. Dus onderste beurt bovenlangs, wijd en onder. Hou nog even vol. 2. En de laatste. Oké, voeten weer op de grond. Dus doen we deze nog 1 keertje. Leuning weer vastpakken. Terug gestrekt naar voren en dan gaan we kruisen over elkaar heen. Oké,
nog twee keer. Laatste. En de voeten omhoog. Goed. Netjes, goed gedaan. Goed volgehouden. Pittige oefeningen. Maar we hebben het met elkaar goed vol kunnen houden dit half uurtje. Dus we gaan nu naar de cooling down om weer even alles tot rust te laten komen. Daarbij beginnen we rustig met het kijken naar de vloer. Dus kantel je hoofd naar voren en kijk naar de grond. En we kantelen ons hoofd rustig omhoog en we kijken naar het plafond. En we gaan nog een keertje kantelen naar voren. We kijken naar de vloer. En we kijken naar het grond. Dan gaan we met ons linkeroor naar onze linkerschouder. En dan gaan we de andere kant pakken. Nog een keer naar links. En nog een keer naar links. Oké. Recht op. We strekken onze armen naar voren uit en we gaan om de beurt de armen wat langer maken. Dus trek ze om de beurt uit naar voren. We laten de armen even zakken. Schud ze los. Dit kunnen we ook nog naar boven doen. Strek de armen naar boven uit. In onze beurt maken we er eentje wat langer naar boven. Oké, en we laten de armen. De polsen rustig ronddraaien. Daarmee maken we ook de vingers nog even los. Dus draai de pols en beweeg je vingers. En draai ze de andere kant op. Keurig. Mag je de handen in de zij zetten en we gaan die heupen nog even ronddraaien. Als je op de stoel zit, dan wordt het dus meer draaien van de ene bil naar de voorkant, naar de achterkant en draai verder op de volgende bil. En zo maken we dat rondje. Oké, draai de andere kant op. En houden we weer stil. Gaan we nog even goed de knieën optillen. Dus til je knie op zo hoog als het lukt. En zet hem weer richting de grond. Andere knie op. En weer naar de grond. Nog een keertje rechts. En naar de grond. En links nog een keer. De laatste oefening, die enkels losdraaien. Als je staat kun je één teen op de grond zetten. Als je zit kun je één been optillen en dan de enkel losdraaien. Andere kant opdraaien. En we pakken de andere enkel. En die draaien we de andere kant ook op. Voeten weer op de grond. Komen we bij de allerlaatste oefening. Goed door de neus inademen. Die armen mee omhoog. Rek je uit. En blaas uit door de mond. En laat je armen weer zakken. Nog een keer. Adem diep in door de neus. En we blazen uit. En voor de allerlaatste keer adem in. En blaas uit.
Keurig, dat was alweer maar voor vandaag. Bedankt dat jullie er weer waren. En nou, we zien jullie in ieder geval volgende week nog terug. Zeker. Doeg!